Een hele goede middag. Mijn naam is Kouter en ik ben werkzaam voor GroeiIT. En bij GroeiIT helpen wij bedrijven met het vinden en binden van IT-talent. En we staan vandaag op dit prachtige landgoed, gelegen in Baarn. En dat komt omdat we kennis gaan maken met KZH. En wie zijn zij als werkgever? En we hebben als allereerst afgesproken met Chantal. En die staat al op ons te wachten. Dus als jullie meer willen weten, loop dan vooral mee. Ik werk al 23 jaar bij KZH. Mijn rol is, ik zit op de business support, maar dan op het HR-gedeelte. Dus ik doe de HR, feesten en partijen, opleidingen, sollicitaties en ik ondersteun ons management. Hoe zijn de mensen binnen KZH? Ja, is maar één woord. Natuurlijk tof, want wat kan het anders zijn? Maar het belangrijkste is scherp, ambitieus, lekker eigenwijs soms en supergezellig. Ja, dat maakt het voor mij KZH. Ik ben Mark Bottelier, werkzaam als Managing Director voor KZH. Dat doe ik al 3,5 jaar, 6,5 jaar hier werkzaam. En wij hebben ongeveer 80 professionals die zich bezighouden met testen en kwaliteitszorg. Nou, die impact is om te beginnen maatschappelijk gezien vrij groot. IT zit tegenwoordig overal in. Ik zeg zelf eens, als je de IT-knop uitzet, dan stopt de wereld met draaien. Je kan geen bedrijf meer runnen of een overheidsinstelling of een ziekenhuis kan niet meer draaien zonder dat daar IT is. Ja, die kwaliteit van die IT moet goed zijn, het moet altijd werken. Ja. Dus onze medewerkers spelen daar een belangrijke rol in, juist op dat stuk kwaliteit. En het bijzondere van de KZH is in mijn beleving dat het is een mentaliteit van lef en durf om met je klant in gesprek te gaan. En ook eens te durven zeggen, ah, jullie hebben iets bedacht, maar als we het linksom gaan, dan is het misschien nog handiger of goedkoper of beter. En dat moet je wel meebrengen als KZH. Naast natuurlijk je technische vaardigheden. Vertel eens, wie ben je en wat is je rol binnen KZH? Ik ben Mariet Rozier en mijn rol is business leader. Een hele veelzijdige rol waarin ik contact heb met directe KZH-collega's, klanten, potentiële klanten. En ik hou me ook nog eens bezig met verschillende onderwerpen in onze bedrijfsvoering. En hoe behouden jullie talent? Ja, dat is best een pittige vraag eigenlijk, maar er zijn drie dingen, denk ik, die heel belangrijk zijn. En de eerste is persoonlijke aandacht. Dat zit echt in ons bedrijf. Je hebt je eigen business leader die met jou praat over hoe zit je in je vel, hoe zit je in je werk, hoe ontwikkel je je. Maar ook echt de persoonlijke aandacht. Dus je wordt verrast op verschillende momenten. En niet alleen door je business leader, dat gebeurt ook door andere collega's binnen het bedrijf. Het tweede punt wat echt belangrijk is voor ons is persoonlijke ontwikkeling. Wij geloven in continu leren en besteden daar echt serieuze aandacht aan. Zo bieden wij veel kansen aan mensen die net het vak leren, maar zeker ook als je al wat langer in het vak zit. Een voorbeeld daarvan is onze Summer School die nu actueel bezig is. En daarin geven we mensen die al langer in het vak actief zijn de kans om hun technische skills nog een flinke boost te geven. Dat is maar één van de voorbeelden hoe wij omgaan met persoonlijke ontwikkeling. En punt 3, ja, dat is eigenlijk heel simpel, want de leuke dingen die we doen met elkaar. En dat gaat van een pizzaavond over het vak, tot ons vermaarde skiweekend, tot een pubquiz, tot klimmen in bomen, tot met elkaar een boulder event organiseren. KZH'ers doen veel dingen met elkaar en daar hebben we ook echt heel veel lol in. Ja jongens, dit was het dan, onze dagje in Baarn. Ik hoop dat jullie een beeld hebben gekregen wie KZH is als werkgever. Mocht je meer willen weten, voornamelijk welke vacatures er openstaan, check dan de link hieronder. En vergeet vooral onze content niet te volgen op social media. Ik ga lekker naar huis. Doei!